Lieve kinderen van de Mutsaarstichting, jullie hebben een geweldig toffe film gemaakt. En daarmee wens ik jullie heel erg veel succes. Wie weet wie er gaat winnen. Maar voor mij maakt het eigenlijk niet uit, want jullie zijn voor mij allemaal winnaars. Dus ga vooral heel erg genieten vandaag. Doei! Hoi, mijn naam is Emma. Jullie denken nu misschien wel dat ik gek ben, maar dat is natuurlijk niet zo. Thuis kon ik niet meer leven. Het ging niet goed met mij. En daarom moest ik mee. Emma. Hey, het is soms moeilijk in het begin, maar het komt goed, oké? Ja, zij had makkelijk praten. Zo zat ze natuurlijk al een tijdje. Maar goed, ze was wel aardig. Hey Emma, je doet het hartstikke goed hoor. Je moet gewoon echt volhouden. Weet je, alle begin is moeilijk. Ik kan het weten, ik ben zelf ook ooit begonnen. Maar als je doorzet en durft te dromen... Ja, Do, hoe kan ik nou dromen als mijn leven een grote puinhoop is? Potverdorie, nou hier komen! Het is even rustig, man! Ze praat niet tegen Emma! 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 Ja, ik kom al! Oh, op die groep kon je ook lachen trouwens. Je speelt vals, Marie! Ik doe de vals spelen, maar jij doet vals spelen. Ik doe nooit vals spelen. Hou jullie kop eens, ik probeer te lezen, hé! Nee, je doet altijd vals, ik speel gewoon niet op elkaar. Ik speel zelf vals. Ik ben boos, maar ik wil me wel even voorstellen. Ik ben Sven. Ik hou van heel veel spelletjes. Vooral van Monopoly. En. Leuk, Sven. En... Ik heet Roos. Emma. Ik geef toe. Roos was wel aardig, maar zij was dan ook de enige. Loop maar door, we vinden jou nog wel een keertje. Ik had toch ook geen zin om hier te zijn? Alsof ik hierop zat te wachten, bij de psycholoog. Zal ik daar in de wachtkamer voor de zoveelste keer. En mijn hart, eindelijk. Zo, mevrouw Harten. Hoe kan ik die vent nog serieus nemen? Kijk zijn kop nou. Oh, ik laat mijn koekje vallen. Ik heb niks te zeggen. Oh, oké. Denkt hij nou echt dat ik hem ga vertellen dat we wel eens moesten vluchten, omdat papa weer eens boos was? Ik heb een keuze moeten maken bij de dagbesteding en heb entertainment gekozen omdat ik graag zing. Wie durft er van jullie een stukje te performen of te zingen? Ik niet, ik heb een liedje voorbereid. Oké, laat maar horen. Nou, ik ben benieuwd. You know what you do, what a big fabber. Oké, dat was het. Applaus! Yo, meester, ik heb een rap voorbereid. Oké, hier man, pak de mic. Om 1 uur met z'n tweeën op een driewieler. Ik kan niet stieren, dus in een 5-pak moet ik dat 6 klendies. Bro, begrijp je dat? Oeh, ik vond je echt geweldig! Ik vond het echt cool, maar wat je ook doet, doe het alleen hier of op de badkamer. Meester, ken je onze nieuwe leerling eigenlijk al? Ja, Emma was het, hè? Oh, ja. Ja, dat ben ik. Ik zou het echt tof vinden als je voor ons wilt zingen. Ik heb je op de groep ook zo vaak horen zingen. Je doet het echt goed. Ik ben er klaar voor. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limit. She craves. Dit was zo'n moment dat de tijd heel even stil leek te staan. Wow, dit is echt goed. Wow, dit had ik echt niet gedacht. Er was iets veranderd in mij. Ik durfde opeens weer rechtop te lopen. Als je doorzet en durft te dromen, dan weet je maar nooit waar het toe kan leiden. Ik durfde iets dat ik in een lange tijd niet meer gedurfd had. Ik durfde te dromen.
Zelfs je broertje en je moeder zijn komen kijken.